wat kun je deze maand allemaal nog in en voor je moestuin doen? Februari is bijna voorbij en mocht je nou denken, ik kan nog niets doen in of voor mijn moestuin, maar toch dit weekend heel veel zin hebben om aan de slag te gaan, kijk dan zeker naar deze video. Deze maand kun je nog van alles doen namelijk. Kijk mee en doe inspiratie op. In februari is de grond vaak nog te koud om gewassen te zaaien, laat staan planten. Je kunt je nu daarom beter richten op de te treffen voorbereidingen op het komende seizoen. Toch is er één gewas waarvan je de knollen de grond in mag poten deze maand, de aardbeer. Deze knobbelige knol is, behalve een heerlijke groente, een plant die bijna geen verzorging vereist en ook op arme grond bijzonder productief is. De aardbeer is een vaste plant waardoor het niet moeilijk is hem zelf te kweken. De knollen die onder de grond groeien, breiden zich snel uit en groeien tot wel een meter diep. Denk hieraan voordat je begint, want de plant vraagt dus veel ruimte en blijft lang staan. Ik kies er daarom voor om de aardbeer in een grote pot te planten. Aardbeer bloeit laat in de herfst, in oktober en november. De alleenstaande bloemenhoofdjes lijken wat op kleine zonnebloemen. Het hart is ook geel, maar wat donkerder. De smaak van aardperen is vrij mild en zoetig. Heel verse exemplaren kunnen uitstekend rauw worden genuttigd. Dan zijn ze lekker knapperig en krokant en vrij sappig, net zoals de radijs. Ze smaken volgens sommigen naar artisjok. Een alternatieve benaming voor deze groente is daarom ook Jeruzalem artisjok. Door hem te koken of anderszins te garen, wordt de aardperen nog heel wat zoeter. Aardperen kun je dus alvast poten nu. Stop de knollen op een diepte van 10 tot 15 centimeter. Wat valt er nog meer te doen deze maand? Denk bijvoorbeeld aan het voorkiemen van je vroege aardappelen. Leg ze daarvoor in eierdoosjes met de duidelijk zichtbare ogen naar boven gericht. Na gemiddeld 5 weken zie je de eerste scheuten tevoorschijn komen. Eind maart kunnen ze dan eindelijk de grond in. Het voorkiemen geeft je met gemak een paar weken voorsprong, waardoor je uiteindelijk vroeger kunt oogsten. Je wilt geen lange slungelige uitlopers zoals je hier ziet, maar meer van dit soort mooie dikke groene uitlopers. Daarom is een lichte en koele ruimte van belang. De maand februari leent zich er daarnaast ook perfect voor om de grond voor te bereiden. Breng daarom organisch materiaal aan. Denk hierbij aan compost. Een uitgebreide video over composteren vind je ook hier terug bij de IGTV-video's van Stadstuinieren. Zorg er daarnaast voor dat je wintergroenten langzaamaan oogst, zoals in mijn geval de winterspinazie die je hier ziet. Zodat je straks in maart weer voldoende plek hebt om rechtstreeks buiten te zaaien. En natuurlijk kan er ook al in deze maand nog van alles binnen voorgezaaid worden. Op pagina 15 van de nieuwste editie van Stadstuinieren vind je een mooi overzicht van alles wat gezaaid kan worden in februari en de maanden daarna. Handig! Wat heb jij deze maand allemaal al gedaan in de tuin? Laat het weten in de reacties.